Maakt u opmerkingen over mevrouw seksuele geaardheid? Ik wist het niet sinds gisteren. Ik weet... Ach. En wat maakt het uit of zij nou lesbisch is? Ik ben ook lesbisch. Oei. Oei. Het is je boy Steffi. Het is je boy Steffi en je girl QC. Ik wou hem flippen, maar het is je girl Steffi en je boy QC. En we zijn er weer. We gaan vandaag weer reageren op een klassiekertje. Iets wat we al een keer eerder op hebben gereageerd met andere mensen. Wat viraal ging. Dat was natuurlijk de burenruzie. En er zijn weer nieuwe burenruzies. Hé, hey, top. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik hou van burenruzies. Ik ook. Heel. Alleen niet met eigen burenruzies. Nee. Moet je ook niet proberen. Kom met kung fu. Puurman, als je dit ziet. Straks zie je die niet. Ja, lekker man. Ja, lekker. Nee, grapje, Buurman. Grapje. Laten we beginnen nadat ze hebben ge... Wat? Laten we beginnen nadat ze hebben ge... Geabonneerd. Ja. Oh, sorry. Wat je veel niet. Abonneer. Over de Buurman. Want anders... kick de... Nou, normaal. Ik ga maar beginnen. Ik vind het persoonlijk een hele pittige zaak vandaag. De emoties vliegen alle kanten op. Oh, daar houden wij van. Ik heb eigenlijk geen idee meer wie nou toch de waarheid spreekt. Wat ik wel weet is dat het een hele explosieve situatie is en dat er heel snel iets aan moet gebeuren. En daarom ben ik blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft iemand van het kadaster meegenomen om uit te zoeken van wie die vernielde schutting nou toch was. Je zou dat maar zijn, een kadaster. Wat is dat eigenlijk? Ja, ik weet het ook niet precies. Maar voor mij is dat iemand die gaat bepalen van oké, jouw tuin is tot hier. Dus deze 2 centimeter moeten ingekort worden. Oh, ik zat even in de war met wat anders. Met een kadaver. Zeker met kadavers dat jij in je hoofd, hè? Dat er gewoon een kadaver langskomt. Hoe kan een kadaver langskomen, Bob? Laten we gewoon beginnen, Bob. Laten we gewoon beginnen. Oh, God. Kijk, de dames staan al te wachten in het zonnetje. Hartstikke goed. Oh. Haal ik de buren erbij. Zo, dat is Fred en El, komen jullie erbij? Hij is pittig, hè? Dit is Link. Zo, dit is vals. Oh, Kitty Kop. Zo kan je niet zijn, Bob. Zou dat nou gewoon haar gezicht zijn of is dit gewoon echt vals? Nee, nee, maar voor mij is ze echt boos. Ze is echt vals op dit moment. Ja, ja, ik denk dat ze boos is. Ik denk dat mevrouw wel een vriendelijke uitstraling kan hebben. Maar ze zijn boos, hè? Hé, jij daar. Ja, jij daar. Met dat hoofd en die tanden. Jij moet dit jaar wat meer lachen. Abonneer eens op QC. Hij maakt de grappigste video's op het hele internet. En hij post dagelijks de lachende, knappende, knieklappende, knieslappende humor die jij nodig hebt in je saaie leven. Abonneer nu en geniet. Ik heb het ook tegen jullie, mensen. Nou, beste buurtjes. Groeten we elkaar nog? Dit zijn de buren? Nee, ik niet. Oh, nee, ik groet niet. Wij groeten hoeven mij niet. Ik groet al heel lang niet meer. Dit is voor mij gewoon lucht. Jullie wonen nu zo'n 4 jaar naast elkaar. In het begin ging het eigenlijk wel goed. Jullie mogen elkaar echt niet, hè? Ik heb gehoord over eten brengen, koffie brengen. Er is geen eten gebracht, hoor. Er is geen eten gebracht, nee. Maar je ziet vaak dat het zo gaat, hè? Ja. In het begin is het, hé, bief! Ja, dit wordt weer een eentje. Ik heb naar eer en geweten heb ik eten gebracht. Ja, dat heb je al helemaal niet. Als ik aan het praten ben, mag ik dan mijn eigen stem horen of niet? Nou, dat leef jij. Die ga ik wel onthouden. Als iemand bijvoorbeeld niet laat praten, dan zeg ik gewoon, joh, mag ik mijn eigen stem nog even horen, gek. Jullie zeggen, Marjan, wij hebben eigenlijk toen geprobeerd die schutting te redden. Ja. Die schutting die stond op instorten. Jullie zeggen die schutting was kunnen. Ik trouwens, ik heb haar geen eens nodig om die schutting, want ik ken alles zelf. Hoor, nee, maar ik word er lachen naar gezegd. Zo, hij wordt ook even boos op zijn vrouw. Rustig aan. Hij wordt heel boos. Die is Link. Gaat even rustig. Ik dacht echt dat hij nu naar... Dat vindt Fred niet leuk. Die vraagt zich krijgen. Oh, ho, ik ga weg. Wat zei ze? Wat zei ze? Ik dacht echt dat hij nu een hart in vraagt zich krijgen. Zo. Nee, maar dat... Die is echt de pislink, jongen. Die. Gaat even rustig. Ik hoop toch echt dat hij nu een hart in vraag krijgt. Ho. Geen respect, lieverd. Ja. Nee, dat kan echt niet. Hoe kan je tegen iemand zeggen die een hartoperatie gaat hebben? Oh, ja, nee, zou je zeggen. Oh, hij heeft nog eens problemen met zijn hart. Iemand die heeft een heftige hartoperatie.
Waarschijnlijk heeft hij al een infarct gehad. Zij kent geen chill. Ik heb één keer van mevrouw heb ik een maaimachine gekregen. Ja, maar dat is toch hartstikke aardig van haar dan? Maar ze is ook aardig. Als ze niet gesopen hebt, dan is ze aardig. Wat zegt ze nou? Ik verstond het niet. Als ze niet gesopen heeft, dan is ze aardig. Oh, nu gaat het beginnen. Kijk naar die kop van je. Er is nog één ding aan haar ogen, hoor. Ja, maar... Hij zei, kijk naar de hoofd, dat is een en al alcohol, zegt hij. Maar zou ze nu ook onder invloed zijn? Ik weet het niet. Hoe gaat het wel? Ik denk dat deze mensen gaan klokken met elkaar. Die vrouw die daar staat met de dronken kop, die mensen gaan naar huis komen, zegt... Ingrijpen! Het is mijn Nederland, zegt ze! Het is mijn Nederland! Fred, doe eens rustig. Ja, oh, jee. Ja, dat is boos. Je moet naar het buitenland gaan. Nee, ik wil dat je vanwege jou... Ja. Ik wil vanwege... Nee, ik word kwaad. Ja, maar Fred, anders stuur ik je naar binnen. Voor de mensen... die dit programma maken, mocht deze presentator ooit wegvallen. En jullie hebben een presentator nodig. Jullie krijgen korting op het contract. Ik denk niet dat jij geschikt bent. Nee? Nee. Hoezo niet? Ga ik te veel lachen? Ja. Zou ik stoken denk ik? Nee. Ja, ik ja of misschien wel een beetje. Ik weet niet. Ik zou daar misschien wel stappen. Ja. Hey, luister, als ze dat tegen mij had gezegd, G. Ja, daarom. Ja. Jij verhelpt het niet, je maakt alleen erger. Hey. Ja, we hebben tv nodig, toch? Ik zou gewoon zeggen, hoor, Dim, hoor. Als hij zegt, van, ja, je bek. Ik zeg, zo, hoor, die wat heel veel moeder zijn. Dat was ik op middelbare school, hè. Oh, ik was echt daar. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik kwam uit het ziekenhuis vandaan. Wanneer was dat? Ja, ruim 3 jaar terug. Ja, maar ja, was dat in de winter? Het was meer zomer, ja. Ze heeft een open hartoperatie gehad. Nou, ja. Goed, hè? Ja, hoef je niet te laten zien. Ja, ik geloof u. En toen kwam u terug? En toen was de buurman aan mijn schutting bezig. En wat was hij aan het doen dan? Hij was mijn schutting aan het vernieuwen. Ja. En toen heb hij zulke lange schroeven erin gedraaid, wat niet hoeft. En in die hoek van die schutting hing een poster van mij en mijn moeder. Dus de schroeven kwamen door de schutting heen en ook... En de doek. Door de doek. Ja. Nou, ik weet wel dat hij de schutting wilde verstevigen, want het was in januari. Deze man is alleen maar aan het lachen, gewoon. Deze man is van mijn tante relaxed. Die misschien een blootje op, hè? Dus als ik het goed begrijp, gaat deze beef over... Schroeven. In een hek. Ja. Ja, ja, het is maar net waar je ruzie op gaat krijgen. Ik ben voor een racist uitgemaakt. Vanochtend werd ik nog voor het oog van de straat voor alcoholist uitgemaakt. Mm-hmm. En ik ben niet helemaal hetero. Daar loopt hij dus ook opmerkingen over te maken als ik met een van hun loop. Omdat ik wel iets met ze zou hebben. Meester Visser. Maakt u opmerkingen over mevrouw's seksuele geaardheid? Ik wist het niet sinds gisteren. Ik weet... Oh? Ach. Oh? En wat maakt het uit of zij nou lesbisch is? Ik ben ook lesbisch. Oké, okay, maar ik kan wel, zeg maar, die man is ook niet helemaal in orde. Nee, wat zegt hij dan? Ik ben ook lesbisch. Kijk hoe zijn vrouw kijkt daar. Elke antwoord die er is, had ik dit niet verwacht. Hij zegt, ik weet het dus sinds gisteren niet. En ik zal wat zeggen, ik ben... Die kop van die vrouw gaat stuk. Je vindt dit programma is niet goed. Kijk, je ziet hem ook kijken van... Ja. Bro, shut the fuck up. Ah, dit is een van de mooiste uitspraken die ik ooit heb gezien in mijn leven. Oh, hoe zie je dit? Ik vind het dan wel heel erg naar dat ik uitgescholden word voor dikkerd. En asociaal, goed, terwijl ik nog niks gedaan heb. Dat weet ik dus niet, maar er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Nee, ik weet het niet. Wat zij gezegd hebt tegen mijn vrouw... Wat zei hij? Ik weet het niet. Deze buur is legendary. Nee, ik weet het niet. Nu blijf ik ook in een lachje hangen. Dit is niet goed. Maar er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Nee, ik doe het niet. Maar zij... Kijk, maar hij lacht ook gewoon nog. Waar zijn wij in beland? Ik denk dat we de episode zo moeten stoppen. Dit gaat niet goed. Stop eens even, man. Voel dan even dit stukje niet meer terug. Oké, ik ga niet meer terug. Zet hem tegen mijn vrouw. Kutwijf. Kutwijf. En hard. Nel. Meester Vinders, als ik het had gehoord, ja, de baard geweest. Ja. Ik weet niet wat ik gedaan had.
Nee, oh, dat is zijn moeder. Ik heb niks te verliezen, nee. Maar ik accepteer niet dat niemand je moeder uitscheldt. Zo behandeld. Maar waarom bemoeit iedereen zich met andermans zaken? Ja. Want dat is even... Nou, zijn we er. Maar ze wisten wat uw uitspraak ook is. Ik vraag één ding. Rust. Oh, maar die komt er wel. En dat zijn maar, kinderen. We moeten eerst naar de bodem van deze bierput. Deze man blijft wel lachen. Mevrouw Nel, u heeft een kaart gekregen. Ja. Heeft u die bij u? Ja. Oh jee. Nou, dan moet u dit niet zien, want dat heb ik de post gedaan. Hij is zo naar mijn adres gestuurd. En die is bezorgd toen hij in het ziekenhuis lag. Voor die hartoperatie. Ja, van die hartmaker. Hele mooie kaart. Het is blanco en met een kruis erop. Met een kruis, een soort voor iemand die is overleden. Ja, als ze denkt dat dat van ons is. Nee, er zijn geen bewijzen, maar... Wie hem ook gestuurd heeft, dit is natuurlijk enorm ziek, hè? Ja. Dat is wel leuk. Dus iemand is opgenomen voor een zware hartoperatie en dan dit en door de bus gooien. En die gestuurd naar jullie? Ja, die kwam in de brievenbus. Maar wie kan dat gedaan hebben? Mijn vermoeden mag ik hebben. Ja. Maar vanmorgen wordt er gezegd... Ik hoop dat je plek een hartinfarct krijgt. Dood neerflikken tegen Fred. Wie heeft dat gezegd? Annelies. Ik zeg je heel eerlijk, ik kan niet zomaar de vinger wijzen, maar toen ik die kaart pakte, zeg maar... Mm-hmm. Kijk hoe zij erop reageert. Van ons is... Kijk hoe ze erbij zit. En dat is echt niet 100. Nee. Dus ik kan ruzie hebben, maar dit gaat wel echt heel ver. Ik heb gezien dat de poster een aantal minuscule gaatjes vertoont. Ik kan me voorstellen dat Fred dat heel vervelend vindt. Het is een aandenken ook. Maar objectief gezien, en ik heb het dan in handen escaleerd... doordat anderen zich ermee gaan bemoeien. En dat zou kunnen leiden tot fysiek geweld. Dit moet worden voorkomen. En daarvoor heb ik eigenlijk maar één middel. En dat is een heel stringent contactverbod. Oh, daarom wordt alle partijen met onmiddellijke ingang verboden... om nog contact met elkaar te hebben, op te nemen of te zoeken... dat we uit te lokken... in woord en of gebaar. Zo u bent dus voortaan buren voor elkaar. En als iemand zich daar niet aan houdt... dan verbeurt hij een boete van 100 euro per keer aan de tegenpartij. Met een maximum van 5000 euro. Dat is een hele dure hobby dus. Ik zou het niet doen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Het is wel een lijf ruzie dit, hè? Oh, toen ik dit filmpje aandrukte, had ik niet verwacht... dat dit allemaal gezegd zou worden. Die man heeft de meest... legendarische uitspraak gegooid. Wie belt hier aan? Hey, kijk nou. Victor, wat kom je doen? Nou ja, ik kom met je kletsen over de ellende met de buurman. Oh, nou, dan kan je binnenkomen, want ik heb nog iets op de kerfstok. Het heeft jaren gezeten, totdat hij op een gegeven moment dat pijpje verstopt. Want jij ziet ook wel, dat is geen regenwaterpijp, maar het is een noodoplossing. Ja. Dus dat hij de goot ging vernieuwen, maar dat heb je niet gedaan. Maar waarom is dan een stukje dakbedekking... Heb ik later op dat pijpje geplakt. Dat is zonder zijn meeweten gebeurd. Ik denk, dan heb je het ook niet nodig. Dus ik plak het dicht en dan verzuip je. Want zo is het. Oké, maar dat is niet zo netjes. Kijk, ik heb dat toch niet voor niks. Heb jij, als ik bij dat jouw huisje en ik ga er met de boormachine, dan ga ik toch zeggen, wat ga je doen? Maar die ruzies gaan ook over kleine dingen. Nou, want hij was een lekkage af. Want de muur was helemaal nat van binnen. En toen ik dat gedaan heb, was er een lekkage over. Even rustig. Ja, even rustig. Hij is helemaal mad, gewoon. Hij wordt weer helemaal boos. Ja, nee, ik begrijp het, maar ik ben niet de vijand. Nee, sorry. Neem die kwalijk. Hij zegt ook gewoon, nee, ja, sorry, man. Oh, hij beleeft het echt weer. Het probleem is, Appie, dat de buurman dus zegt dat zodra hij de deur achter zich dichttrekt, dat jij aan zijn huis begint. Trommelen. Hoe haal je in je hoofd? Hoe denk je? Ik heb een haak zonder zijn meeweten en de goot gemaakt. Hoe haal je? Ah, wat heb ik dit programma gemist? Ah, maar hoe ik soms zie dat hoe boos die wordt, geloof ik ergens wel in dat hij hem gewoon gemapt heeft. En het zit hem tot hier. Wacht, doe maar even rustig, Appie. Doe maar, blijf even bij me. Nooit boos. Godverdomme. Oh. Niet mij slaan, nou. Ja, die man heeft agressieproblemen. Oh, hij switcht gewoon in één keer van moed. Ik ben bang als ik een boodschap ga doen... dat hij het gereedschap al klaar heeft om aan mijn huis te gaan werken. Hoe bedenk je het? Hoe? Ja, hoe bedenk je het, ja. Ja, welke kast sta jij nou? Wel, ik vind het moeilijk. Ik sta aan die andere... Ja, maar dat komt omdat je hem net boos zag worden. Nee, aan wie kant sta jij? Nou, ik sta wel een beetje... Ja, kijk, hij heeft die andere man geslagen. Dat is fucked up. Maar ik bedoel gewoon qua wat hij heeft gedaan. Hij heeft volgens mij gewoon die waterleiding opgelost, toch? Of... Ja, maar hij loopt elke keer te sleutelen aan zijn huis. Ja, dat... Omdat hij denkt dat hij loodgieter is of zo.
Ja, dus ik ben voor dit, die andere, voor die man die in elkaar geslagen is. Ja, ja, ik zou het ook niet leuk vinden als een of andere kwakzalver aan mijn fucking regenpijp zit de hele tijd. Ja, maar als hij gewoon probeert op te lossen. Ja, nee, maar dan nog. Kijk, hij zegt zelf, hij blijft het doen. Elke keer als ik wegloop van huis, pakt hij zijn gereedschapkoffer en dan gaat hij sleutelen. Ja, ja, dan word je echt niet blij van. Nee, dat zou ik echt niet vinden hoor. Dan hebben we natuurlijk ook nog de vechtpartij gehad, in mannen. Jullie zeggen allebei dat jullie zelf niet de eerste klap hebben uitgedeeld. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, altijd, maar ja, hij verzint het al met de plekken. Dus, ja. Wie heeft er nou als eerste geslagen? Nee. En ik zeg hij. Nee, ik geloof hem. Ik geloof want hem. Kijk, hij sloeg hem net ook al. Ja, ja. Wat ik ja. het meest erg vind, dat Frits zelfs van zichzelf zegt, ik sta niet meer voor mezelf in. Dat zeg jij ook. Ja. Dus ik ben echt oprecht bang dat het binnenkort een keer echt misgaat. Dan is het zo. Zo, lieverd, zag je dat? Wat? Hier. Die heeft een louter paardje, hoor. Die heeft een heel louter paardje. Oh jee, nou ben je weer partij voor hem zeker. Nee. Nou, hij heeft Versace. Ja, dat is een goede straat dit. Wat ik heb gezien is dat hij een extra afvoerpijpje heeft gemaakt bij de Groot Voor. Nee, maar die heb er altijd al gezeten. Een foto bekeken. Ja, 15 jaar gezeten, zonder lekkage. Maar daar wordt niks over gezegd. Ja, want uw eis is nu dat weggaat, hè? Ja, weg ermee. En hij begon mij te meppen. Ja, ja, natuurlijk. Ook weer zo'n leugen. Dat is dus serieus. Maar op zichzelf vind ik het toch wel interessant om te vernemen wie nu de eerste klap heeft uitgedeeld. U zegt dat hij het was. Ja, nee, ja. En beslist u dan maar wie? Ja, hallo. Ja, maar je kan al zien dat zijn tempo. Ja, hij heeft echt een brabant. Ja. Hij gaat Frank Visser zo nog aanvallen. Maar ik bedoel, er is niemand bij geweest. En ik bedoel, ja, te van mij en nee, te van hem. Ik blijf boven aan het bakkeleien. En hij. Maar mijn bril was in doormidden. Ja, de kaart ervan. Ja. Mijn bril stond ook zo. Ja. Kijk hoe agressief die is. Hij is agressief, ja. Ja, ik weet zeker dat hij wil. Ja. 100. Ik hoor hem niet, hoor. Blijf van mijn bril af. Hij heeft mij aangevallen. Ja, een beetje agressief kijken. Ja. In mijn eigen huis. Ja. En dat is nogal wat. Ja. En ik ben naar de politie geweest en die heeft het allemaal genoteerd. Drie auto's voor de deur om mij in de boeien te slaan. Is dat zo? De drie auto's met sirene. Nou, het leek wel een overval. Heb ik daar een hele dag voor lul in de politiebureau gezeten. Die mensen op de achtergrond genieten er ook allemaal van. Hè? Sensatiezoekers. Uitspraak in de zaak van Frits tegen Appie. Afbraak of verwijdering is dan in redelijkheid ook niet aan de orde. Wel moet Frits daar binnen 3 maanden een eigen regenpijp maken en de huidige noodafvoer verwijderen. En dan, als slotakkoord, misschien wel het allerbelangrijkste, die vechtpartij. Achteraf is niet meer precies vast te stellen of Frits ook heeft geslagen, of als eerste heeft geslagen, of helemaal niet. Er zijn geen getuigen, althans, die hebben zich niet gemeld. Zodat overblijft dat wel bewezen is dat Frits door Appie is geslagen. En dat betekent dat Frits inderdaad recht heeft op smartengeld. Oh jee, ik ben erg benieuwd wat die boete gaat zijn en hoe ze gaan reageren. Zal ik dat smartengeld naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op €250? Die moet u dus aan Frits betalen. Dat is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Nou, dank u wel. Dat is opgelost. Ja, toch nog even een klapje. Hij is wel een agressieve lingetje. Ja. Niet onderschatten. Nou jongens, de koptelefoon is af. We hebben echt gelachen. Oh, ik heb zelfs hoofdpijn ervan gekregen. Nee, in ieder geval jongens, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Jij ook? Ja. Ja. Ik ook. Nou, bedankt. Tot de volgende. Ik hoop jullie later. Spedaal. Ja.